Ik PvP je ass eraf! Wow! Deze man heeft vliegpower! Hij vliegt! Redden voor mijn leven! Kijk eens mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Holy shit, je mitje, we zijn al begonnen en we spelen natuurlijk Skywars en het lijkt me hartstikke leuk dat jullie deze video kijken. Laat lekker vast een blauw duimpje omhoog achter, want zoals jullie weten, deze video gaat awesome worden, want ik ga mensen killen en rekken en ik speel op een map waar ik eigenlijk een verschrikkelijke hekel aan heb. En ja, want het is namelijk Galaxy en dat is echt een klote map vind ik. Maar goed, ik heb nou helemaal aangeklikt per ongeluk en let's fucking do this. Hopelijk ga ik het gewoon kunnen winnen. Want ik ga deze chest snel in. Waar ik wat spulletjes pak. Als ik die gewoon meteen aan kan trekken. Dan ben ik tevreden. In ieder geval. Want dan kan ik in ieder geval deze aantrekken in plaats van deze boots. Deze gaat aan, deze gaat uit. Oké. Okay. Hallo meneer. Ik heb meer range als jij, jochie. En daar ga je! Doei, pikkenpijpie! Hartstikke leuk! Maar, deze titel van deze video is natuurlijk even wat anders dan normaal dan... ja, we spelen Skywars. De titel is namelijk... Ik ben meer als Mindopia. Want dat is iets wat mij best wel dwars zit de laatste tijd. En misschien snappen jullie het wel. Het is niet om te haten of te zeuren of dat jullie iets aan de hand is. Maar het gaat weer om het feit dat ik meer video's op mijn kanaal heb dan alleen maar Mindtopia. En de laatste tijd worden mijn video's op Mindtopia echt ziek vet bekeken. Daar ben ik echt natuurlijk heel blij mee. Maar de rest wordt... dat sukkelt er maar een beetje achteraan. Dat is een beetje jammer. Dat zullen alle YouTubers jammer vinden. Want dat is namelijk iets wat... ja, het lijkt alsof... Mensen alleen op mijn kanaal komen voor Mindtopia. En het kan zo zijn dat jullie even voor Mindtopia op mijn kanaal zijn. Maar het is iets wat mij best wel lastig zit, zeg maar. Wat ik een beetje kloten vind af en toe van... Nou, maar ik doe meer dan alleen Mindtopia. Ik ben niet alleen maar de crimineel of net eigenlijk politieman van Mindtopia. Ik ben veel meer dan dat. Ik ben ook gewoon een hele lieve jongen. Die probeert leuke video's te maken voor jullie op een leuke manier. Dus deze video is eigenlijk een beetje een soort van... Naast dat ik een beetje concentreren moet op dat ik mensen moet doodmaken. Wat ik gewoon al gedaan heb, eentje in ieder geval... Au. Op deze klote map. Godver. Doe ik ook gewoon leuke video's naast. Dus inderdaad, Mindtopia. En hopelijk kunnen jullie daarin steunen. Door ook gewoon deze video's te kijken en te liken. Want naast Mindtopia gaan alle video's wel oké. Ik bedoel, ik mag niet klagen. Als jij gewoon eraf valt, ben ik heel tevreden. Tot ziens, dankjewel. Later de mazzel. En het was hartstikke gezellig, meneer Milan. Maar ja, dat jullie ook gewoon die andere video's gaan checken van mij. Want dat zou mij heel erg goed doen. Want dan zou ik heel blij van worden als dat gebeurt. Jij gaat eraf gewoon. Daar ga je. Daar ga je. Mazzel. Zoek het uit, mees. Maar dat zou ik natuurlijk heel erg leuk vinden. Dus reageer even op deze video. Wat je ervan vindt. Welke series je vooral kijkt op mijn kanaal. Of graag zou willen zien. Want dat zou me gewoon heel erg helpen. Want ik wil namelijk een pakket samenstellen op mijn... kanaal natuurlijk. Waar mijn kijkers mij mee identificeren. Dus naast alleen Mindtopia. Van nou, Dylan heeft ook hele leuke Skywars video's. Of Pokémon video's. Harry Potter of... Maar niet uit wat dan ook. Maar ik wil inderdaad meer, zeg maar, video's doen voor jullie. Naast alleen Mindtopia. En hopelijk gaan jullie die video's ook kijken. Terwijl ik daar kijk naar een team van mensen. Waar ik niet zo heel erg vrolijk van word. Dat is gewoon iets wat jammer is in deze server nu. Jammer. Het is een team van 2. En ze hebben best wel veel diamond aan. Dus dat is iets waar ik niet heel vrolijk van word. En het is ook nog iemand, volgens mij, die mij herkende als Rotjochie. Dus dat is heel zuur. Daan Master en ene Laura. Die zegt heel... De Rotjochie! Ja, maar Daan. Daan, oh, kom hier, klote jongen, wordt gezegd tegen mij. Ah, oh, ik kom eraan, Daan. Als jij het graag wil. Met je teammate. Is helemaal goed, hoor. Helemaal Gucci. Ik ben onderweg. Maar, dat is dus echt vooral het ding. Laat even lekker weten wat jij leuk vindt aan mijn video's. Wat je graag vaker... Oh, what the actual fuck? What the fuck? What the fuck? Wat jij graag zou willen zien nog meer. Wat je leuk vindt om te zien. En... Hallo, Happy Laura. Hallo, Happy Laura. Gast dood. Dankjewel voor je spulletjes, mevrouw Laura. Daan Master. Nee. Nee. Nee, Daan. Nee, Daan! Nee! Het lijkt als de motherfucker op de server. En daar word ik niet vrolijk van. Daan. Oh man. Het lijkt als de motherfucker. En je bent dood. Maar ik word nog steeds geraakt door iets door iemand met arrows. Van waar dan? Oké, ik heb in ieder geval die gozer gekillt. En dat is iets waar ik heel blij mee ben. Hij heeft 3 golden apples. Chill, ik eet er even eentje op, want ik word heel beschoten met arrows. Door iemand. Oh, daar vandaan. Ik zie het al waar vandaan. Oké, ik heb nu het duim in broek gepakt. Dus dat is iets wat ik heel blij van word. Maar heb ik een boog gepakt ook? Toevallig? Toevallig wel. En nou, dan ga ik jou even terugschieten. Ah, dat kan niet.
Dus dit is heel derp. Ik haat deze map door de derpiness. Er zit hier gewoon een onzichtbaar blok tussen, zie je dat? Oh, ik heb hem geraakt. Maar hij gaat campen en zitten daar, oh. Oké. Okay. Oké, nou, het is nog 4 spelers over het totaal. En er zit wel iemand te camperen. Ik vind dat niet leuk. Nou, maar gewoon lekker met rust. Niet zo campen, please. Wow. Hallo, de little zombie. Oh my god, dat is pas een camper. Are you kidding me? Er zitten zoveel campers op het moment. Het is ik tegen camperino's. Kijk, man. Hij gaat niet eens bewegen, die gozer. Man, dat is niet zo chill. Let's even kijken. Ik heb 8 bouwblokjes. Wat zit hier nog tussen wat ik leuk vond? Ik vond de lava wel leuk. Ah, die camper daarboven is de auto eraf geschoten. Dus dat is Gucci. Dat is gelukt, maar dat niet door mij, maar door die andere gast die zit te campen. Daar moet ik later maar even mee dealen. Ik ga eerst maar even proberen om deze gasten dood te maken. Dus ik ga eerst even dit allemaal weggooien, allemaal wegdroppen, want dat vind ik hartstikke chill. Het is de echte. Ja, ik ben ook de echte. I know. Maar, dude, die gast daar zit echt vies te campen. Het is echt niet leuk, man. Waarom zit je dat? Waarom doet u jij dat? Kijk dan. Jezus, gozer. Ik weet het gewoon. Weet je, het is niet slim wat ik probeer te doen. Oh, man. Daar komt hij met zijn arrows. En er zit ook iemand in het midden. Is het zijn mattie of zo? Ja, ik weet het niet. Iemand gaat winnen. Ene potten gaat winnen. Ja, het zou kunnen dat die andere gozer nog gaat winnen die over is. Ik weet het niet. Ik bedoel... Ja, ik weet het niet, man. Ik wil graag die gozer killen daar, binnen. Nou, als ik hem raak, is hij dood. Als ik hem raak, is hij dood. Maar... Oh, hij valt zelf al! Yeah, daar gaat hij! Go to middle. Go to middle. Ja, je bent natuurlijk super sterk geworden dit midden, jij, oude vriend. Man, dit wordt is eigenlijk een heel zwaar potje zo. Ja, ik weet het dus niet. Ik ga het gewoon doen, want campen is natuurlijk niks voor mij. Ik ben niet een campende type. Ik weet het. Ik denk dat de kans heel groot is dat die gast gewoon een boog pakt. Juist, dat bedoel ik al. Oh, daar ging ik al bijna. En mij gewoon eraf gaat schieten. Ik ben dood. Ik ben pretty much dood. Oh man, waarom speelt hij nou als een flikker? Ik word gebeld ondertussen. Maar ik kan even niet opnemen, want ik zit binnen een opname. Dus ik weet het niet. Ik zit vast. Ik kan geen kant op. Ik zit ook helemaal vast nu. Dus een gozer die met zijn pijl en bogen maar gaat schieten, speelt als een mietje. Ik kan er niks aan doen, jongens. Het spijt me. Ik ga deze game niet kunnen winnen. Want hij gaat gewoon daarboven zitten nu. En dan gaat hij gewoon campen. En dan gaat hij altijd op me schieten als een flikker. Waarom gaat hij niet achteruit? Wagen wel achteruit, maar niet zo heel erg veel. Oké, dit is een beetje saai. Dit is een beetje een saaie pot. Dit is... Ik kan hier niks mee aan doen. Ik weet het niet, jongens. De kans is heel klein dat ik het ga winnen, nog. Hoe kan hij dat nou overleven? Als het goed is, heeft hij veel minder HP als ik. Want ik raak hem de hele tijd. Hier, zie je? Kom op. Oh, man. Dit is echt saai. Ja, ik heb geen schijvenkans, man. Ik heb echt geen kans gewoon te winnen van deze gozer. Met zijn camp en de praktijken. Daar gaan we! Redden voor mijn leven! Ups, oké, we gaan het proberen. Ik wil op zijn eiland komen van die gozer. Maar dat gaat hem niet worden, want ik word hier geblokkeerd. Openen die handel. Ja. Oké, top. Ik zit nu eventjes hier. hoe ga ik hier uitkomen? Want ik zit hier een beetje vast. Ik kan hier niet omhoog. Ik heb geen bouwblokjes, dus... Dit is pretty niet zo fijn. Want als ik dit ga hakken, ben ik 4 blokken verder in. Dat is ook niet genoeg, eerlijk gezegd. Want deze gozer daar, die gaat gewoon campen. Die wil heel graag winnen. En die gaat echt niet van zijn plekje afkomen. Hop. Oké, ik ben een hakken nog. Hakken. Hakken die handel. Oh nee, er springt die op me van boven. En ik heb verloren. Helaas, pindakaas. Goed gespeeld. Op naar potje nummer 2. Campen de gozer wint. Daar gaan we. Op naar het tweede potje. Alright mensen, potje nummer 2. Vorig potje ging lekker. Helaas verloor ik van meneer de camper. Kan gebeuren. Dat is wel slim van hem dat hij ging campen in het midden. Dat was heel slim. Jammer voor mij. Goed van hem. We gaan naar het volgende potje. Hopelijk ga ik deze wel kunnen winnen. Want het laatste gaat hartstikke lekker. Laat even wat liefde achter inderdaad. Want in het eerste potje heb ik besproken inderdaad dat ik meer ben dan alleen Mindtopia. Dus laat even je mening weten. Of je me inderdaad wel meer vindt dan Mindtopia. En waarom je in mijn kanaal bent überhaupt. Vind je mij een leuke gast of vind je alleen maar Mindtopia leuk? En klik die per ongeluk op deze video. Laat me even weten. Dat zou ik zeer appreciëren. Dat zou ik heel fijn vinden als je het voor me willen doen. Want het gaat uiteindelijk om wat jullie van mijn kanaal vinden. En niet alleen wat ik zou willen doen. Het is een mix van allebei, weet je wel. Ik doe natuurlijk wat jullie leuk vinden. Hou je swaggy boy. Doei swaggy boy. Oh, ik sloeg hem bijna op het volgende eiland. Maar oké, ik heb hem dood. Dat is het...
Dat is het eerste wat ik moest doen. En het is me gelukt. Dus dat is fijn. Ik ga door naar de volgende eiland. Maar inderdaad, laat even weten hoe jij op mijn kanaal bent gekomen überhaupt. En of je het leuk vindt. Dat is echt even belangrijk. Ik wil namelijk echt even meningen weten van mijn kijkers. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind en waardeer van mijn kijkers. Dat jullie een leuke tijd hebben op mijn kanaal. Dat vind ik veel belangrijker dan gewoon video's pompen. Dus ik vind het veel leuker als jullie gewoon inderdaad mijn video's heel erg leuk vinden. En niet alleen mijn Mijntopia bijvoorbeeld. Dat zou ik super fijn vinden. Dus laat het me even weten. Dan ben ik heel erg tevreden en blij met jullie. Oh man, en ik zie hier dat ik heb alleen maar eigenlijk een... ik heb alleen maar een broek, zie ik. En een helm. En die gast naast me, die daar loopt, die heeft full diamond. Dus dat is niet super chill, zeg maar. Kom op. Zet even het blokje neer. Ik PvP je ass eraf! Wow! Deze man heeft vliegpower! Hij vliegt! Oh, dat is de dude die mij net killde. Hij heeft flyhacks. Die man heeft flyhacks. Vind je het raar dat hij net gewoon won? Vuile boef. Hij zit gewoon te hacken. Waarom? Oh man, het zal ook weer eens niet. Die man zit gewoon met flyhacks te spelen. Wat een klootzak. Ik zal hem eraf gesmackt hebben. Vliegt die gozer gewoon even terug. Waar is hij? Ik ga hem zoeken met zijn kutkop. Oh, wat een smeerpijp. Waar ben je? Waar ben je, Coco? Oh, 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 oh. We gaan hem even volgen voor de volgende actie zo meteen, hè. Oh, man. Oh, hij is gewoon de server verlaten, hè. Want hij... Shit, ik heb mijn hex laten zien. Dus nu moet ik snel weg. Oh, wat een smeerpijp, hè. Oh, wat een smeerlap. Oh, oh, die ga ik reporten. Op naar het volgende potje. Alright, laatste potje van de dag. Hopelijk hebben jullie nog naar jullie zin. Ik wel. Waarom moet ik trouwens altijd elk potje Skywars of elke video van Skywars die ik opneem een hacker vinden? Want, joh, die gozer, ik sloeg hem er eigenlijk af. Ik begon gewoon te vliegen en terug te gaan. En op een gegeven moment peerde hij maar van de server van shit. Ik heb mijn hacks gezien. Oh, fuck. Het is misschien Rotjochie. En hij heeft zijn cameraatje aanstaan altijd als hij hier is. Dus we willen het zien. Ik vond het echt... Oh, man. Waarom heb ik altijd hackers tegen me, jongen? Hey. Het is gewoon irritant aan het worden. Hey. Verdomme. Ik wou gewoon lekker rustig een potje Skywars doen. Zet in één keer zijn vliegende hacks aan. Jongen, ouwe boef dat je er bent. Maar goed. We gaan jou over dood maken hier ook. Jar, jar. Mooi. Ik dacht even anti-knockback, maar hij zat gewoon vast in het spinnenwebje. Dat is kloten. Ik ken dat. Ik heb het ook een keer gehad dat ik in die spinnenweb vast zit in een fight. En daar was ik niet zo blij mee toen. Dus even kijken hoor. Dit is dat, dit is dat. Ik ga eerst sowieso even altijd uit het gat. Voor indien er iemand aankomt met een soort van iets waardoor ik dood ga. Waar ik dus niet zo blij van word. Heb ik schoentjes? Nee, heb ik... Ja, ik heb wel schoentjes. Zijn van leer. Lederschoenen. Auw. No scope dude of zo. Grill. No scope girl. Oh, fuck. Ik ga hem niet schieten, die gozer eraf. Ik wou hem eigenlijk schieten. Maar dat ga ik dus niet doen. Express. Want die gast daar is hem aan het verslaan in zijn rug. Daar ben ik, dat vind ik super chill dat hij dat voor me gedaan heeft. Want het houdt in dat ik, als ik nu goed kom, ik jou ga verslaan. Ha! Oude boef. Hebbes. Dat was even chill. Dat was echt even super chill, mensen. Oh, dat was leuk. Dat was even fijn. Had hij leuk? Had hij zijn schoentjes? Ja, precies. Ik pak alles op, behalve de schoentjes. Dat is hetgene wat ik nodig heb. Dat is iets wat zo mij is. Hoppa, hebbes. Nou, ik ben full diamantje. Ik heb full diamantje. Dus dat is superleuk. Oh, kijk eens aan. Iemand uit het midden. Ja hoor, daar gaat hij. Tot ziens, later. Het was gezellig. Mazzel. En op naar de volgende kill dan maar. Want het was lekker makkelijk. Dat was even een feitje. Even een feitje. Hoppakee. We gaan door het midden. Oké, daar loopt ook iemand te chillen. Oké, als jij nou gewoon op die rand staat. Hoppa! Oh man, ik dacht ik ga je rekken vanaf hier. Ik had je bijna, ouwe boef. Ik had je bijna, ik zag het wel. Maar goed, helaas, pindakaas. Ik had hem niet, ik had hem bijna. Bijna is niet helemaal. Dus, jammer de bammer. Oké, jij gaat hierop. Hop! Oké, we gaan door naar het volgende eiland. Of niet, want ik zit vast in die shit. Laat me eens met rust. En ik ga het gewoon doen. Oké. Hoe gaat die fight daar? Oké, hoeveel HP heeft hij nog? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij... Oh man. Oké. Hoeveel HP zou hij hebben? Hij moet het minder hebben als ik. Want hij heeft uit een fight. Dat is dus iets cools. Maar... Oh man. Ik hoorde iets bewegen. Oh, dat was ik zelf. Ik dacht even dat ik iets hoorde bewegen. Maar dat was ik. Zelf. Oké, maar ik wil gewoon eigenlijk naar hem toe bouwen. Dat mag toch wel van jou, meneer de Mepel. Ik neem even een appeltje voor de dorst. En dan kom ik op je eiland. En dan kom ik even doodmaken. Als je niet als een smeerpijp weg bent gegaan. Waar is hij? Is hij nou naar beneden?
Oké, wacht, waar is de ex? Waar zit hij dat te bouwen? Ik hoor hem ergens bouwen. Oh, daar zit hij. Heb ik lava? Nee. Hij zit dus hier. What the fuck doet hij allemaal? Oh! Hij probeert de grond onder me weg te hakken. Deze man! Wat een smerigerd! Smeerpijp, waar zit je? Waar zit hij? Hij zit ergens op het eiland nog steeds. Oh! Daar komt de tweede aan. Oké, dus nu zit ik in een pikkel. Oftewel een keuze. Ik sta voor een keuze. En dat is namelijk... Of hij. Nou, ik ga eerst bij jou eraf. Mooi, die heb ik. En ik was hem al! En die andere is gevallen! Dit was hem! Oh, GG! Ik dacht, die gozer nog onder me zat. Ik let er niet op. Winner! Winner! Chicken dinner! Awesome sauce, awesome sauce, awesome sauce. Alright, mensen, dit was weer een nieuwe Skywars op mijn kanaal. Inderdaad, laat me even weten wat je eigenlijk van mijn kanaal vindt, wat je graag zou willen zien. En inderdaad, mijn mening blijft, ik ben meer als alleen Mindtopia. Laat je liefde even aan mij zien door gewoon even een dikke vette duimpje omhoog achter te laten. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Later, de mazzel, tot ziens. En natuurlijk, peace out, madam. Lieverds.